Het gaat niet lang meer duren tot het hoogste punt van de nieuwe Efteling-attractie Symbolica is bereikt. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe attractie dat de trekpleister van 2017 moet worden. Symbolica, het paleis der fantasie, is een wonderlijke familieattractie waar niets is dat het lijkt. Geheime gangen, magische vertrekken, geen tocht door het paleis is hetzelfde. De attractie is een type glide. Na carnavalfestival, fata morgana en droomvlucht is Symbolica de vierde glide attractie voor het familiepark. In de zomer van 2017 moet Symbolica opengaan. Deze attractie is een onderdeel van het 65-jarig jubileum van de Efteling. Voor de fundering zijn 646 palen de grond ingegaan en wordt de grootste en duurste attractie ooit. De Efteling heeft 35 miljoen geïnvesteerd in dit project.